De Cold Smoke Generator van Smoke & Flavors. Een must-have accessoire om jouw producten koud te roken. Je vult de Cold Smoke Generator af met rookmot. Steekt hem vervolgens aan met een vaccinelichtje totdat de rookmot begint te smeulen. Vervolgens blaas je de vaccinelicht uit, zet hem in je lege barbecue. En hij gaat vervolgens 8 tot 10 uur koude rook geven. Heerlijk om vis mee te roken, maar denk ook iets aan iets anders. Zoals noten, zuivel, zoals een lekkere roomboter, gerookt zeezout. En er zijn nog veel meer andere producten die heerlijk zijn om koud te roken. Koud roken doe je vaak in combinatie met pekelen. Om niet alleen te zorgen voor een heerlijke smaak, maar ook te zorgen voor een langere houdbaarheid. Het is echt een ouderwetse conserveertechniek. Let wel op, koud roken is alleen geschikt in de wat koudere dagen. Dus ga zeker niet koud roken wanneer de temperatuur buiten hoger is dan 20 graden.